ik het woord aan de heer Omzeg. En ook het zoek aan de heer Omzicht om uh, een beperkte bijdrage in tijd te leveren. Qua inhoud stellen wij geen eisen. <laughs> U stelt geen eisen in af. inhoud. In in in. zullen we daar ook niet ja. veel aandacht aan besteden. <laughs> Voorzitter. Vandaag bespreekt de Kamer een begrotingswet over het eerste deel van het prijsplafond. De regering wil 3,2 miljard euro betalen aan de energiemaatschappijen, die vervolgens 190 euro per maand overmaken of in korting geven aan de per kleinverbruikersaansluiting. Debat is natuurlijk veel te laat, want het eerste deel van het geld is al overgemaakt. En Het is de voorbode van het, grotere, van het grotere prijsplafond, waarvoor de regering nog een supplementore begroting heeft ingediend, waarmee ze in december al 1,5 miljard euro aan de energiemaatschappij kunnen overmaken, in totaal 11 miljard euro. Ik heb drie keer gevraagd om het expliciet te behandelen, zodat we nog invloed konden hebben over wie er betaald zou worden en hoeveel. De regering heeft recht er ervoor gekozen om een geitenpaadje te bewandelen. Dat is artikel 227 van de compatibiliteitswet. En die stelt, kort gezegd, dat je een begrotingswet kan indienen en um, tenzij de uitvoering naar het oordeel van onze minister die het aangaat niet in het belang van het Rijk is en de Staten-Generaal heeft geïnformeerd. Oftewel, als hij het zo belangrijk vindt dat het geld al uitgegeven kan worden voordat we die bespreken. Dit wetsartikel is 40 keer gebruikt in 2020, 59 keer in 2021 en al tientallen keren dit jaar. En de Algemene Rekenkamer heeft er grote bezwaren tegen. En terecht. We hebben hier een motie heinig gehad. En mijn vraag is: wat is nu het beleid van deze regering? Want voorzitter, u weet, we hebben hier een toeslagenschandaal gehad. En deze toeslag die hier wordt bedacht, is groter dan de huurtoeslag en de zorgtoeslag bij elkaar. Sommige mensen kunnen niet rondkomen het komend jaar als ze deze toeslag niet krijgen. En als wij dan niet zorgvuldig deze wet behandelen, en ik kan u vertellen, de wetten rondom de kinderopvangtoeslag zijn tien keer zorgvuldig behandeld dan dit wetvoorstel, dan krijgen we er achteraf grote problemen mee. En ik loop even door een aantal van die problemen heen. Ten eerste, en dat is een fundamenteel probleem, de overheid gaat normaal gesproken inkomenspolitiek aan via uitkeringen, belastingen, toeslagen, subsidies, en die worden uitbetaald rechtstreeks door de overheid, de belastingdienst, het UWV, de SVB, de gemeente. We hebben er veel. En als de burger het niet eens is, dan kan hij bezwaar maken of kan hij naar de rechter. Maar hier hebben we een probleem: de burger kan niet naar de rechter en kan geen bezwaar maken, omdat de elektriciteitsmaatschappij het geld krijgt. Wil de regering ervoor zorgen dat je een bezwaar kunt maken. Dat bezwaar is essentieel en straks helemaal voor het meer permanente prijsplafond, Want teruglevering, nou hoe ga je het berekenen als de prijs fluctueert tijdens het jaar, dat wordt nogal wat. En kun je ergens bezwaar maken als jouw energiemaatschappij die 190 euro niet uitkeert, omdat u niet aanvraagt. Of wanneer jouw energiemaatschappij geen vergunning van de ACM heeft, dan val je namelijk niet onder de regeling. Want de regeling is al lang gepubliceerd voorzitter. Dus de subsidie is al ingegaan. Ten tweede voorzitter, is deze regeling getoetst aan de grondwet? De grondwet stelt alle die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Voorzitter, er zijn gerechtvaardigde verschillen. Maar het hebben van een kleinverbruikersaansluiting of niet is geen gerechtvaardig verschil onder de Grondwet artikel 1. En aan die Grondwet hebben de ministers trouw gezworen. De rechter mag overigens dit toetsen omdat dat niet in de wet staat, maar in de ministeriële recht niet eronder hangt. Die valt niet onder het toetsingsverbod, zeg ik voor de precieze onder u. Heeft de regering de regeling waarbij tienduizenden mensen die een. Geen kleinverbruikersaansluiting hebben, die achter een grote grootverbruikersaansluiting zitten. Die straks blokverwarming hebben, nog niet weten of ze eronder vallen. Hopelijk wel, maar weet nog niet zeker. En andere groepen die erbuiten vallen. Heeft ze getoetst aan artikel 1 van de Grondwet en zo niet, wil ze dat op beide regelingen alsnog doen? Drie, voorzitter. Het energiebedrijf is een geprivatiseerde subsidieverstrekker. Oftewel gaat een overheidsfunctie uitoefenen. Die gaat subsidie verstrekken. En ja, subsidie of belastingen, dat besteed je niet uit. Dat weet wel sinds de oudheid, of sinds het evangelie zo wilt. Daar kwamen tollenaars er ook niet zo heel goed af. Maar als je dat in de bedrijvensector zet, bij bedrijven die gefinancierd zijn door durfkapitalisten, zoals... en die soms failliet gaan, dan is dat risicovol. Want eerst geeft u een hele grote bak geld en komt die bak geld daarna nog aan bij... De klant, dat weten we niet. De minister schreef aan de Kamer. Vertrouwelijk hebben drie bedrijven uh, met mogelijke liquiditeitsproblemen zich bij mij gemeld. Gaan we nou geld overmaken naar bedrijven met liquiditeitsproblemen die dan failliet gaan, net als Welkom Energie, en waarvan de klanten het geld niet krijgen? Uh, goed, ik wil daar toch wel graag een antwoord op hebben, want dat kan dat we dan tientallen miljoenen kwijt zijn. Bij geprivatiseerde subsidies zit natuurlijk nog een probleem. Dat is dat wenden over, tot wie je een, kunt wenden in, de, in het geval je een conflict hebt. En dan, Voorzitter, de woekenwinst. Dat is het laatste, maar zeker niet het minste probleem. De Kamer was kraakhelder: kostprijs en een kleine marge. Maar wat er nu gebeurt is dat energiebedrijven bezig zijn om hun prijzen enorm te verhogen. En ik heb het maar even geprobeerd te laten zien. De afgelopen week kon je voor 1,10 euro een kuub gas kopen op de termijnmarkt die in januari geleverd wordt. De Nederlandse staat wil dan 82 cent belastingen. Dus de maatschappij kan hem verkopen voor 1,92 euro. En als hij dat voor 1,92 euro doet en het prijsplafond is, is 1,45, dan kost 47 cent het energieplafond. Maar als dat 3,20 euro is, dan moet de overheid niet 47 cent bijpassen, maar 1,75 euro. Oftewel bijna vier keer zoveel. Ik zou zeggen: stel een maximumprijs in voor gas. Zeg 2,50 euro. Dan betaal je slechts een euro. Dat is al te veel. Maar dan kunnen die energiemaatschappijen die misschien op een wat hoger punt ingekocht hebben nog steeds winst maken. Want ze hoeven wat mij betreft geen verlies te maken. Maar de energiemaatschappijen die soms 3,20 euro, en dit is van een grote energiemaatschappij. Maar we hebben er, die, die brengen 4,50 euro per kuub gas in rekening. Dat is toch niet te filmen? Dan zouden wij als overheid 3 euro per kub gas gaan betalen aan subsidie voor iets wat je een euro op de termijnmarkt kunt kopen. Kent de minister enig ander land waar er energieleveranciers zijn die 4,60 euro voor een kub gas betalen in Europa? En als dat niet zo is, waarom maken we dat niet lager? Voorzitter, die maximumprijs staat gewoon in de Energiewet. In de Gaswet staat artikel 44: um, uh, een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van gas. Als hij dat niet doet, mag de ACM een maximumprijs instellen. Dat staat er ook in. En de regering kan per algemene maatregel van bestuur voorwaarden stellen wat die maximumprijs is. Want de ACM vindt het moeilijk. Maar die moet hij dan wel 30 dagen van tevoren aan de Kamer sturen. Mijn vraag aan de regering. Kunt u voor 1 december zo'n concept aan de Kamer voorleggen? Zodat op 1 januari een maximumprijs kan ingaan. Die maximumprijs houdt de kosten van dat prijsplafond binnen de perken en zelfs, voorzitter, als dat prijsplafond niet doorgaat of je valt niet onder het prijsplafond, zwembaden, openbaar gebouwen, dan nog is die 2,50 euro redelijker dan die 4,50 euro. Dat moeten we niet willen in dit land. Voorzitter, tienduizenden huishoudens vallen buiten de bescherming van de overheid en gaan een dure koude winter tegemoet. Energiemaatschappijen zitten er echt warm bij. Daarom een harte kreet. Pas de regeling aan zodat ze voldoet aan de grondwet en dat er geen huishoudens buiten vallen. En pas de regeling aan zodat energiemaatschappijen geen woekewinst maken. Beide is mogelijk en ik denk dat het de staat netto nog geld gaat opleveren ook. Dank u wel, voorzitter. Omzicht. Laten we ja, heel kort. Ja, We doen eigenlijk geen debat, maar gewoon even. Dus het moet echt een korte feitelijk vraag. Voorzitter, korte vraag is, nou ja, kijk, ik vind het voorstel van de heer Omzicht interessant, want zijn zorg over dat er belastinggeld uh, verbrand wordt, deel ik. Alleen is de maximumprijs uh, dan het. Wat zijn de nadelen daarvan? Want die zijn er ook, hè? Want je kunt ook overwinst in de hand werken. De heer Omzicht. Kijk, voorzitter, het liefst had ik dat de ACM, um, zoals de Kamer hier gevraagd, had in een motie van mij, maar later ook een motie van de heer Erkens van de VVD. Um, de kostprijs uitwerkt, um, een klein beetje beloning doet voor die bedrijven die scherp ingekocht hebben, die ze mogen iets meer marge maken dan de bedrijven die dat niet gekocht hebben en dat niet doen. Maar ik zie nu dat we in een wereld terechtkomen waarbij dat niet gebeurt in januari en februari, dat zijn de alleduurste maanden waar het meeste gas gebruikt wordt. He, we zouden zomaar. Um, ik heb hier nog wel een berekeningetje, die heb ik maar even overgeslagen, als u. 7 miljoen huishoudens heeft die er gebruik van maken en ze gebruiken 300 kub gas in januari en februari. En de staat betaalt 1,77. euro. Dan zijn we bijna 4 miljard euro aan het overmaken aan energiemaatschappijen. Terwijl als we dat voor de helft zouden doen ook 2 miljard voldoende zou zijn. Dus is het perfect? Nee, het is niet perfect. Is het beter dan niks? Het is heel veel beter dan niks. En vergeet niet de prijssprikkel valt weg. Als uw energiemaatschappij de prijs naar 5 euro verhoogt, dan betaalt de regering alles. Dat is de werking van de prijsplafonds zoals hier door een aantal mensen gevraagd. En dat snap ik. Maar juist omdat er geen prijsprikkel meer is, moet je ervoor zorgen dat er een maximumprijs komt. Want anders betalen we gewoon te veel aan de energiemaatschappijen. Dank u wel, meneer Omzicht.